Deze beschouwing die gaat over de vrouwelijke eer. Ik heb er een gehouden over de mannelijke eer, over eerloze mannen, en ik ga nu iets vertellen over de vrouwelijke eer, en dat is bedoeld om vooral jonge vrouwen inzicht te geven... in hoe ze het... moeten doen met die eer. En de vrouwelijke eer... komt er in het kort op neer... dat jij van al die mannen... er eentje uitkiest... en die vertroetel jij... tot aan zijn dood. Nou... Jeetje, wat een slechte beschouwing, ik zeg ik. Ik ben nou al klaar met de vrouwelijke eer. Ik heb er een kopje thee bij. Doe jij dat ook maar. Ik ga al die aspecten even lekker af. Ik was vanmorgen op mijn werk. Nee, dat was, nee, dat was niet vanmorgen, dat was van de week. En met die coronatoestand. Was ik teruggelopen naar het hoofdkantoor om ontsmettingsmiddel te halen. Ik had me vergist, wat mijn schuld, maar maakt niet aan. En toen had ik dat allemaal geregeld en zo. En toen zei ik tegen een vrouw, toevallig, niet per se tegen haar, maar het was een vrouw. En ik zei. Uh, nou, het anticonceptiemiddel is weer uh, helemaal goed. Ik wilde zeggen antiseptisch middel. Maar dat schoot mij even niet te binnen. En dan ben je aan het praten en dan weet je dat je de term niet weet, en ik wilde niet gaan stotteren. Ik denk, nou kom op, ik zeg gewoon anticonceptiemiddel. Ze, ze snapt het wel. Dat was gewoon een grapje. En toen zei zij, uh, nou, dat heb ik niet nodig, want ik heb een spiraaltje. <laughs> uh, oh, wat grappig. En zij is 35 jaar jonger dan ik, denk ik. Nee, wel. 25 plus 35, ja, 60. 35 jaar jonger dan ik. Dat had mijn kleinkind kunnen zijn. En ik stond er in de keuken en ik had dan zo'n stok met zo'n uh, zo dwijldoek mop. En ik uh, haalde zo adem en ik heb er niks op gezegd. Ik dacht alleen maar: Ilk. Ja, laten we even wel wezen. Dit gaat voor de eer van de vrouw, hè? Kijk, als je zoiets verschrikkelijks doet als een spiraaltje in je buik stoppen, dan wil je dat alsjeblieft niet vertellen. Dat is niet eervol. Dan moet ik dan medelijden met jou gaan krijgen van oh, die heeft een spiraaltje in de buik, oh, extra, hoezo? Vraag je om mijn medelijden? Ik denk alleen maar al Arm en bij de gedachte dat ik dat zou hebben, dan denk ik gelijk. Eruit, 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 eruit. Dokter, dokter, er zit een ding in mijn buik. Eruit. En jullie lopen ermee in de rond. Uh, hoe kom je erbij om te denken dat dat eervol is? Het slaat helemaal nergens op. Hey, ding dong, word eens even wakker. Maar wat jouw soort onderscheidt van mijn soort: is dat jullie een baarmoeder hebben. Dat is een ongelooflijk uh, ingenieuze uh, apparaat. ...ongetwijfeld verstandiger dan mijn hoofd of zo. Maar dat is een heel ding. Dat is een mensenfabriek. Die zit in je buik. En daar ga je een spiraaltje in stoppen? En joh, je hele lichaam zit aan dat ding vast. Mijn dochter die loopt in de ronde met een ringetje door de neus... ...en ze heeft de oorlellen laten doorboren en dan niet voor een, een simpel dingetje wat weer dichtgroeit, maar uh, we praten over levenslange mutilatie. Maar goed, het is een, een neusschot en die anderen zit in de oorlellen en ik denk alleen maar hoe gaat dat eruit zien als jij zo dadelijk in de bejaardentehuis zit. Waar moet je er dan mee? <laughs> maar ja, moet ze zelf weten. Het is hip. En dat is gewoon aan haar oorlellen en in de neusschot. Maar in je buik? En dan kun jij zeggen: ja, maar het is er allemaal ingebracht door de dokter. En het. Nou, dit is allemaal het is geen kwaad hoor. Want het is allemaal niet met doorboren zoals bij een piercing. Nee, het is gewoon een dingetje in je buik, meer niet. Het is een dingetje inplaatsen. In jouw meest gevoelige plekje. Zo'n beetje. Dat doe je toch niet? Nee, straks, straks komt het nog aan het licht, hè? Dat je aan de gezichtsuitdrukking van vrouwen. Dat ze dat met computers helemaal getest hebben. Hè? Dan doen ze de gezichtsuitdrukking van vrouwen. En dat de computer dan kan zien. Uh, wie, maar uh, ongeveer dan met 80% zekerheid. Wie van de vrouwen een spiraaltje draagt en wie niet. En dan blijkt dan van ja, je hebt zo'n spiraaltje in je buik en dat zet zich door in je geest. Ik weet het nu hoe de verhaal gaat werken. En doordat dat spiraal uitstraling via je, je zonneplexus, door je middenrif gaat dat zo omhoog, die straling. Dat idee van er zit iets in mijn buik en dan, wat moeten we daar maar mee? En dat uitzicht dan in je gezicht. Dus, dat krijg je straks. Dus je denkt wel, ik stop een spiraaltje in mijn buik en niemand ziet het. ja. Maar zo dadelijk een of andere wat ze dan weer noemen AI of zo, maar die ziet het dan wel. Die gaan gewoon zien. Ja, vrouwen met zo'n gelaatsuitdrukking, dat trekt dan toch. Het begint aan de binnenkant van je wezen te trekken. Dus dan gaat je binnenkant van je gezicht ook vertrekken. Dat soort verhalen krijgen straks. Hoor. Dat is in de tijd dat vrouwen niet meer van die domme dingen doen, met spiraaltjes lopen. Hé, hey, waar ben je mee bezig? En er zijn ook vrouwen die daar daadwerkelijk last van krijgen, zo erg dat een spiratie weggehaald moet worden. En dan krijgen ze een ander spiratie terug, want die werkt dan beter en die is dan niet zo irritant. Terwijl het gaat om irritatie. Een spiratie, daarmee irriteer je dat gevoelige plekje waar ja, de hele grote mensenfabriek zit. En dat zit je te, te irriteren. En dus als de conceptie heeft plaatsgevonden. En die bevruchte eicel dan denken ja, ah, dan gaan we even lekker leuk. Ja, dat gebeurt allemaal niet. Omdat het geïrriteerd is. Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet je, je binnenste van je lichaam irriteren met een spiraaltje. Wake up. Hij is voor de vrouwen bedoeld. Ik bedoel het echt heel vriendelijk. Gewoon, en die collega in kwestie. Ik begrijp best dat, dat dat nu allemaal gebeurt. En dan kan ik er nog bij zeggen dat een spiraaltje is dan iets um, minder erg dan de anticonceptiepil. Dat is helemaal verschrikkelijk. En een spiraaltje valt er nog, dat je denkt van, nou ja, maar eigenlijk niet. Je moet het niet doen. Een rare fratsen. Nou, ja, dan wil maar eerlijk zijn. Uh, uh, ja, pff, uh, neem een vibrator. Ja, denk daar eens aan. En uh, daarbij ook, uh, dus ook weer terug naar die vrouwelijke eer. Kijk, de... jij bent zo waardevol of waardevoller dan iemand zonder baarmoeder, omdat jij leven kan geven. <tacht> Dat is je waarde. Primair. En op dat feit dien je heel eervol te zijn. En daar dien je eervol mee om te springen. En wat kinderen behoeven: dat is een, een stabiel, rustig, rationeel, relaxed gezin. Want dat betekent niet iedere drie jaar een andere papa. Want dat is niet rustig stabiel. Dus dat kan niet. Dus vanuit de biologie van de mens moet je concluderen dat een mens één vader heeft in deze wereld. Namelijk zijn vader. Dat is de biologische vader. En dat kan niet altijd, dat snap ik. Maar dat is wel de bedoeling. Daar moet je naar streven. En als jij daar naar streeft, dan ben je een eerzame vrouw. Dan ben je niet alleen een mensenfabriek en mensen die belanden in een chaos. Nee, jij bent een mensenfabriek en die mensen uit jouw fabriek die, die komen in een, in een bedje zoals het hoort. In een, bij een thuis zoals het hoort. En die krijgen een. Goede, stabiele start voor hun leven in deze maatschappij. Zonder dat ze last hebben van dingen als een autoriteitsprobleem. Dat is jouw eer. En je verliest je eer als je op deze wereld mensen neerzet die niet. Dat veilige thuis krijgen en niet die ene vader altijd in beeld hebben. En niet dat beeld hebben van een vrouw die de eer van de vader van de kinderen niet aantast. Maar die respectvol omgaat met die man. Dat is wat kinderen moeten zien. Dat beeld is heel belangrijk. En als je dat beeld aan je kinderen niet kan geven. En je krijgt toch kinderen. of je bent helemaal niet van plan om dat beeld aan die kinderen te geven. en je krijgt toch kinderen. dan ben je een eerloze vrouw. Dat schaadt je eer. En het is niet aan mij om daarover te oordelen. dat je dan billenkoek moet krijgen het is zo dat dat je eer schaadt. Ik heb in mijn uitzending over oneervolle mannen heb ik een aantal voorbeelden genoemd. En die mannen in kwestie die zullen allemaal hun eigen verhaal hebben en ik oordeel niet over die levens. Ik zeg dat ze oneervol hebben gehandeld. En dat mag ik zeggen, omdat er zoiets is als eervol handelen. En dan nu heel globaal getrokken naar alle vrouwen in één keer. Nou, dat wat vrouwen onderscheidt van mannen is dat zij kinderen kunnen baren en zij moeten. Van tevoren goed hebben nagedacht over de omgeving waarin die kinderen terecht gaan komen. Je mag niet zomaar kinderen overal baren. Dat is misdadig. Er zijn omgevingen waarin je niet wilt dat kinderen geboren worden. Dus moet de deur op slot. En niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Jij als vrouw hebt dan die kinderen, en er is maar één vader, en die vader is dan natuurlijk van al die kinderen. Want anders is het weer niet rustig en stabiel. Nou, en die man die gaat waarschijnlijk eerder dood dan jij. En jij bent dus, nadat die man dood is gegaan, ben jij vrij van die man. Want tot die tijd is het jouw man. En ik schreef je nu op een briefje dat je kan van tevoren nog zo goed nadenken over wie en wat en hoe die man moet zijn. En dat je denkt, nou dit is de goede, ik heb zoveel voorwaarden gesteld en dit is hem. Ehm... Uh, Mannen zijn veranderlijk. Dus of ze zich nou ontpoppen als een regelrechte psychopaat. en dat is niet meer het probleem. want daar zal ik je wat trucjes voor leren. over hoe je dat snel in de gaten hebt. Maar dan nog, je hebt een eervolle man. en een eervolle man kan. Uh, te veel klappen krijgen. en dan. Dan is hij zijn zelfrespect kwijt. Zonder dat jij daar wat aan kan doen. Dan heb je een man zonder zelfrespect. En die mag dan wel eervol zijn. Maar hij, hij heeft geen respect meer voor zichzelf. Hij is niet meer die grote Henk. Hij is nu uh, sukkel Henk. En hoe ga je daarmee om? En je mag die man dan niet in de steek laten, want dat is niet eervol. Denk er even over na. Je hebt ergens voor gekozen en dan na jaren krijgt dan dat waar je voor gekozen hebt je krijgt een nekslag en zakt in elkaar en dan laat je hem niet in de steek. Want dat is niet eervol. en je mag je lot dan niet beklagen. Want dat is niet eervol. Het is niet eervol om je lot te beklagen. Dat geldt voor mannen ook. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Klagen dat doen wij niet. Want daarmee schaden wij onze eigen eer. Ja, het is maar wat. En ik kan me ook goed voorstellen dat je als vrouw zou besluiten. Ik wil dat hele circus niet meemaken. Dat risico van een man te kiezen en dan is het de verkeerde en dan ben ik de bok. Ik kan het me goed voorstellen. En ik kan het me zeker goed voorstellen als je niet op de hoogte bent. van hoe je bij het selecteren van een man. Uh, ja, in, in grove lijnen. alvast een hele hoop op. Uh, niet kan zetten. Je moet wel weten. welke niet. Welke wel, dat. ja, dat weet ik ook niet zo. Maar welke niet, kan ik je wel vertellen. Je moet geen man hebben. die wel eens ging schreeuwen. Ook al is het dan dat hij zegt van ja, dat was het moment, en ik had mezelf niet helemaal in bedwang. En trouwens, en uh, jij was ook te laat bij de bus, of weet ik veel wat die maar aankomt. Maar hij heeft dan schreven. Laat me zitten. Of een man die rottelt. Die zegt: nou die collega van mij, nou, hij komt zo oh, met de sukkel en zo. Die moet je ook niet hebben. Kijk, als een man thuiskomt van zijn werk en hij vertelt een verhaal over dat Piet, die zou de kozijnen afhangen. Nou, die hingen mooi hartstikke geschreven En uh, hij kon nog een keer het hele kozijn eruit halen en vervolgens overnieuw beginnen. En dan komt die uitvoerder komt terug en die zegt: Nou, zeggen, zijn die kozijnen nog niet klaar? En, uh, en die man zou klagen. Wat heb je nou in die Piet? Dat is al de derde keer. Dat is niet roddelen, dat is vertellen wat er gebeurd is. Dat moet je goed het onderscheid in weten te vinden. Het, het negatief spreken alleen maar om negatief te kunnen spreken, dat zijn geen goede mannen. Niet aan beginnen. En die kunnen wel heel brutaal zijn en dat kan wel zijn dat je dan met zo'n man een keer uitgaat en omdat hij dan zo brutaal is, um, kom je toch binnen in de discotheek terwijl het al sluitingstijd geweest is. En dan denk jij, oh, deze man moet ik hebben, want dan kom ik tenminste in de disco. Want hij heeft zo'n grote mond. Hij is brutaal. En dat is leuk. En dat doet hij op een manier dat het nog gepikt wordt ook. En dan moet iedereen lachen. En dan, hè? en dan ik mag ook mee naar binnen naar de disco. Die mannen moet ik niet hebben. Want ze zijn brutaal. En brute mannen, die, uiteindelijk krijg je klappen. Ze zijn brutaal in hun woord. En dat is alleen maar op dat moment in dat woord. Maar uiteindelijk, als ze geen woorden meer hebben, dan worden ze brutaal met wat ze dan nog hebben. En dat zijn hun vuisten of hun voeten. Ik werk nu met mensen en die zijn geestelijk gehandicapt. En die zitten erbij en die kunnen niet spreken. En die hebben ook dat uitingsprobleem. En die mensen waar ik het nu over heb, dat is wel heel erg, heel extreem. Uh, maar dat gebeurt allemaal onder professioneel oog. Maar als jij zo dadelijk met een bruut ergens drie hoog achter in de Bijlmer zit... Uh, dan kan je roepen wat je wil, maar... Niemand komt hè. En ook al slaat hij je niet, ook al is hij alleen maar brute en zijn woord naar jou. En dan zit je daar op diezelfde plek, in diezelfde flat. Het zijn dingen, die moet je je goed inprenten. Geen brute mannen. Op geen enkele wijze. En ze moeten doen wat ze beloven. En het mag eens een keer wat minder zijn dan dat jij dacht. En je moet goed kijken naar wat ze nou echt beloofd hebben en wat ze nou echt gedaan hebben. En dat moet voor 80% kloppen. Dus als, je, als Piet iets belooft en jij denkt: Oh, dan gaat er dit en dat en zus en zo en zo gebeuren. Ja, dat is jouw fantasie. Maar wat heeft hij nou beloofd? En dat moet hij concreet gedaan hebben. Voor 80%. Dat is goed, heet dat. 100% procent, al. En dat moet duurzaam zijn. Het hele jaar door. Dat is ook heel belangrijk dat je een man kiest met een. Een gelijkmatig humeur noemen ze dat. En dat is een man zonder stemmingswisselingen. Als je een man hebt met stemmingswisselingen. want de ene dag moet je hem echt met rust laten. Van, oh, 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 oh. Um, tenzij die man dat duidelijk aangeeft. Van, je moet me nu even met rust laten. want ik ben met iets bezig. dan is het wat anders. Dan moet je hem met rust laten. En dat, dat duurt zo lang. als dat die man aangeeft dat hij met rust gelaten wil worden. Maar als een man dat niet duidelijk aangeeft. en hij wil dus eigenlijk met rust gelaten worden. en, en jij gaat dan uh, stofzuigen. en die man. dan hey, he, he, heeft hij zo'n stemmingswisseling. Die mannen moet je niet hebben. Die communiceren niet goed. En daar zit een groot probleem. Het begint allemaal met taal. En. Denk nou niet dat je dan een man moet hebben die veel boeken heeft gelezen. Nee, je moet een man hebben die goed spreekt. Eenvoudige woorden gebruikt. Uh, mannen, er zijn nogal wat vrouwen. en die laten zich verleiden door mannen. die mooie volzinnen maken. en dat is dan een dichter. Uh, dat is. niet dat die mannen dan per definitie niet deugen. maar dat is niet waar ik het over heb. Een man moet duidelijk spreken. Er moet heel duidelijk zijn wat hij zegt. Je moet het in één keer begrijpen. En als je dan gaat doen wat je dan opmaakt uit zijn woorden, dat dat dan ook precies is wat hij wilde dat jij deed. Of dat wat nodig was naar zijn mening. Dat je het ook altijd goed begrijpt. Dat het te begrijpen is. Ook als je zijn woord gaat omzetten in een daad. Dan doe jij precies wat hij zegt: dat de situatie klopt. En daarvoor moet die man goed spreken. En een man met een taalgebrek op dat niveau niet aan beginnen. Daarvoor is het te belangrijk wat, wat jouw rol is in deze maatschappij. Namelijk, je kiest één kerel en het is hem. En als jij dan nou zegt, ja, maar Piri, ik ben al net als die vrouw bij jou op het werk, ben ik al met uh, een mannetje of ticht naar bed geweest. En hoe moet het dan nou met mij? Uh, nou, gewoon wat ik zeg. Kies één kerel. Uh, ga trouwen met die ene. Alsnog. Het, de, het hebben van seks. dat is biologisch gesproken. voor de voortplanting en niet bedoeld om te gebruiken voor het genot. Punt. Vanuit de biologie dan. Hè? Want uh, neem een fenomeen als geslachtsziektes: dat is alleen maar omdat seks wordt gedaan voor de lol. Als iedereen monogaam is, heb je geen geslachtsziektes, of niet of nauwelijks. En door die polygamie, nee het is geen polygamie, maar het niet monogaam zijn, het niet eerzaam zijn van vrouwen. Ik heb het over vrouwen nou. Daardoor hebben die geslachtziektes een kans. Dat is weer een vingerwijzing om te snappen dat seks voor de recreatie, dat is... Uh... Niet. En dan kan het nog zo lekker zijn. Dat maakt niet uit. Maar het heeft geen intrinsieke waarde. En terug naar jouw eer als vrouw, is dat je, ja, je kan ook zeggen: Ik, ik neem helemaal geen kinderen. Ik doe daar niet aan mee. Ja, het is een moeilijke keuze. Maar dat kan je doen. En wil je toch kinderen, dan is alleen maar die ene man-optie een optie. En de rest is contra de natuur. Je zet een kind op de wereld met een handicap. En waarom is dat leuk? Ik ken de voorbeelden hoor, van alleenstaande moeders met papkindjes. Ja, wat heb je dan? Om een papkindje op de wereld gezet te hebben. Die het gewillige slachtoffer wordt van de eerste beste eikel. Wat voeg jij dan toe aan deze maatschappij? En je wilt dat jouw kinderen. En als we het hebben over jongens. Dan wil je dat jouw kinderen tegen een stootje kunnen. En niet van die huilenbalken. En daarvoor hebben die kinderen, die jongens, een vader nodig. Een rustige, rationele man. Die altijd doet wat hij zegt. En die niet bruut is. Punt. En aan jou de taak... om er een keer te vinden. Ja, ja. En je eer... verliezen... door met Jan en alle man... naar bed te gaan... Ja, beter ten halve gekeerd. dan ten hele gedwaald. Seks, dat is net zoiets als nicotine. Het is heel lekker als je het binnenkrijgt. en denk je. Ah, ah, ah. Maar dan is het uitgewerkt. en dan denk je. Hmm, hmm, ik wil weer. Het is verslavend. Dat komt door die hormonen. Dat is met nicotine ook. Dus je ziet je lichaam te kietelen. Jeuk is leuk, pijn is fijn en bloedmoed. Dat zeiden wij vroeger. En het biedt je niks. Het kan heel verleidelijk zijn en het biedt je, je niks. En het vervelende is dat het je afleidt van dat wat je werkelijk moet doen in deze samenleving. Ook al besluit je om geen kinderen te gaan baren, wat moet je doen? Daar zit je eer. En kinderen, ja, ik vind het geweldig. Ik ben voor kinderen. En dat is toch heel mooi? Dat, dat wij als mensen die ruimte hebben: dat we het zo fijn vinden om kinderen een nieuw leven te bieden. En dan zo mooi mogelijk natuurlijk. En dan maar kijken wat er gebeurt. Je kan ze niet voor alles behoeden. Maar als je goed oplet tijdens de jeugd vooral. En die mensen zich ziet ontwikkelen, dat is, een, dat is heel mooi om te aanschouwen. Dat is een film op zich. En in een harmonieus gezin dan blijven die kinderen ook naar iedere keer naar huis komen. Dan zijn ze graag weer thuis bij papa en mama. Nou, sommigen vliegen uit. Maar als ze dan weer in de buurt zijn, dan komen ze gelijk langs. Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen. Dat is het mooie aan het vrouw zijn. Je bent het centrum van het gezin. En belangrijk is dat je die ene man hebt die daar omheen draait, of jij draait om hem. Maar die moet er zijn. En die man, die ken je dan van haver tot gord. En hij verandert de hele tijd. Dan heeft hij weer een nieuwe hobby. En dat is toch leuk? Je eigen man. En als je dan, als je dan denkt: van ja, mijn man die gaat dit en die gaat dat. En die gaat vast zus en die gaat vast zo. Dat is niet zo. Jij kan waarschijnlijk niet voorspellen wat je man gaat doen. Dat is toch leuk? Ja, als je een bruut hebt, niet. Maar als hij niet bruut is, hij zal jou geen haar krenken. Terwijl hij lekker gaat doen wat hij zelf zin in heeft. Je man goed informeren. Oh ja, en laat hem in zijn eer. Niet tegenspreken in gezelschap. Dat is niet grappig. Als je het niet eens bent met iets wat je man zegt of wat hij doet, moet je registreren, meer niet. En dan wacht je tot je alleen bent met hem. En dan zeg je uh, hoe zat dat? Niet boos of zo. Uh, Vraag om uitleg. K dat kan je ook op dat moment doen natuurlijk. Dat dus die man iets doet dat jij denkt, nou zeg, en als hij dan, dat je denkt, nou ik kan hem wel wat vragen, dat je dan op hem afloopt en vraagt van, uh, ik snap het niet. <laughs> wat ben je aan het doen? Niet boos, alleen om te weten wat hij aan het doen is. Dat is heel belangrijk. Die man die moet het gevoel hebben dat hij precies uh, mag doen, kan doen, wil doen, moet doen wat hij doet. Dat is zijn eer. Een man moet heel vrij zijn. En hij moet zorgen voor het gezin. Ja. Dus als er wat nodig is in het gezin, dan vertel je dat aan je man. En zeg je: Nou, we hebben dat en dat nodig. En dan zeg je: Oké, okay. en dan regelt hij dat. Op zijn eigen manier. Dus een man is handig. Per definitie. Een man die heeft een boormachine en die heeft een decoupeerzaag... en die heeft een waterpas en die heeft een uh, black-and-decker workbench. En... Oh, dat is ook heel belangrijk bij het uitkiezen van je man. Laat eens even kijken naar zijn gereedschapskist. Wat stelt dat voor eigenlijk? Het moet een beetje kwaliteit hebben. En dan jongere mannen die hebben dan nog niet zoveel gereedschap. Maar er toch even naar kijken. Stelt het wat voor. En als er wat kapot gaat, ja, hoe doet hij het dan? Niet mee bemoeien, hè. Als hij dan gaat repareren, niet mee bemoeien. Gewoon lekker wachten. En je gaat meteen zetten. Als je een man gaat helpen, dan raakt hij eraan gewend. Dat moet je niet doen. Laat die man maar lekker werken. Dan ga jij thee zetten. Of bier halen. Kijk, als jij een eervolle man hebt en hij heeft een reparatieklus, dan houdt hij pas op als de klus geklaard is. Want dat is zijn eer. Zo werkt het. En als die, die relatie tussen jou en die man uh, helemaal klopt, dan is het ook zijn eer dat jij altijd wat te lachen hebt. Dat het altijd goed gaat met jou. Dat is de hoogste eer voor een man, dat hij het welzijn van zijn vrouw waarborgt. Dus je hebt een, hoe noem je dat, zo'n ridder, er is ook zo'n woord voor, een Frans woord, chaperon, voor het leven. Ja, ik wil een andere chaperon. Ja, dat, dat kan dus niet. Er zijn christelijke genootschappen waarin uitermate moeilijk wordt gedaan over hertrouwde stellen. Eigenlijk wordt er zo moeilijk over gedaan dat ze die mensen niet willen, of ze moeten wel een heel goed verhaal hebben. Ja, en als je het echt heel slecht getroffen hebt met je man, ja, dan heb je dus niet goed gekozen. En die bruteheid houdt dat in de gaten. En het doen wat je belooft houdt het in de gaten. Daar mag hij niet mee marchanderen. Het moet iemand zijn die eerst luistert en dan pas spreekt. En het moet ergens op slaan. Wat hij zegt. Ik ken een vrouw en die heeft een man. En die komt uit Afrika. En ze spreken Engels onder elkaar. En zij verzuchten in de kroeg. En ja, echt handig is die niet. Ja, dat is niet optimaal. Een man moet handig zijn. En jongere mannen zijn niet zo handig. De, de echte handige man, dat is pas als ze veertig zijn. Veertig, vijftig. Dan worden ze echt handig. Dan gaat ook dat gereedschap, dat gaat groeien en dat wordt ordelijker en ze hebben uiteindelijk alles. En die jongere mannen nog niet. Maar wat ze dan hebben aan gereedschap, dat, dat moet deugen. Dat, dat moet schoon zijn, dat moet ordelijk zijn. Dat, ze moeten precies hebben wat ze nodig hebben. Ook al hebben ze maar weinig. Nou, dat is het zo'n beetje. Zo moet je je man uitkiezen. Nou, en het verleiden van je man, dat is lijkt me een fluitje van een cent. En hij moet alleen naar jou kijken en niet naar anderen. Dat is ook belangrijk. Niet dat hij niet mag kijken, maar dat oog mag niet zijn op die andere vrouwen. Als een man bij jou een heel loffelijk verhaal gaat lopen vertellen over Marie op zijn werk. ophouden we mij. Kijk, een man gaat ook niet zo snel opscheppen over een collega op zijn werk. Een man, hè. Nou, met Piet vandaag op de stijger. Nou, die deed me toch goed, Sebastian. Oh, wat heeft hij goed getimmerd? Nee, dat zegt hij over collega's ook niet. Dus waarom heeft hij het dan wel over Marie? Dumpen die handel. En erg belangrijk, niet verliefd worden. Dat zijn uiterlijke toestanden. Blijven kijken, oog op de bal. Lun. En we weten waar het om gaat. Het is het kiezen van je partner. En de vrouw kiest. Daar valt niets aan te veranderen. En kies goed. Niet van die politieke maloten, of, uh, of je moet het juist heel leuk vinden. Ga je samen in de, in de weerstandsbeweging of zo. Schept een band. Je moet het vooral een leuke, aardige, gezellige gozer vinden. Een goede vader voor je kinderen. Ik heb een schoonzus en die is dan zwaar christelijk. En die heeft dus mijn zwager getroffen. En mijn zwager is een bruut. Zielig hoor voor mijn schoonzus. En wat zij nou fout heeft gedaan, ik weet het niet. Eigenlijk helemaal niks. Geen seks voor het huwelijk. Ze was nog maagd, volgens mij. Ja, dan heb je dat. Maar goed, ze had een gescheiden man. Mijn zwager was toen gescheiden van zijn vrouw. En die heeft haar gevonden. En ik weet nog dat ze boekjes las. Van hoe om te gaan met een gescheiden mannen-situatie gezin. Die ook nog kinderen heeft. Een christelijke handleiding. Nee, ik heb te doen met haar. Nee, het is niet makkelijk, vrouwen. Met al deze oneervolle mannen. Die bruut zijn. Grof. Dat is zorgelijk. En het slechtste wat je kan doen in deze situatie is te denken: Nou, die mannen zijn allemaal oneervol, weet je wat, dan doe ik het ook. Nee, dat is niet goed. Dan maar kinderloos door het leven gaan. Er is een mooi verhaal, staat in de Bijbel, van Lot. Lot die woonde met zijn vrouw en zijn twee dochters in Sodom. En Sodom en Gomorrah waren twee gebieden waar de zeden heel erg los waren. En God die had er genoeg van. En die dacht, ik ga de heleboel. Uh, tot de grond aan toe afbranden. En toen waren er engelen, en die zeiden: Van nee, dat kan je niet maken, want in die steden zit Lot en zijn kinderen en zijn vrouw. En die zijn wel goed. Lot is goed. En die, die engelen gingen op zoek naar mannen die nog deugden, eervolle mannen. En ze hadden Lot gevonden, zo ging het. En God die was niet van plan om zijn plan te veranderen. En toen zeiden die engelen tegen Lot en zijn vrouw... tegen Lot en Lot zei tegen zijn vrouw en zijn kinderen... dat ze weg moesten wezen. Ja, en toen renden ze weg. En achter hun werden die steden vernietigd. En de vrouw van Lot, die draaide zich om. En die wilde kijken hoe de hele boel naar de Ratsmeree ging. En dat was het einde van die vrouw. Want dat moet je niet doen. Je moet niet omkijken naar de vernietiging terwijl je rent voor je leven. En toen kwam Lot met zijn twee dochters in een nieuwe stad. En die mensen daar, die wisten niet van de ramp die zich voltrokken had. Die waren misschien niet zo onzedig als zo dom, maar het waren een stelletje niks, net een saaie pieten allemaal voor die dochters. Die dochters die konden geen man vinden met dezelfde ballen, kloten, uh, doorzettingskracht als hun eigen vader. En toen hebben ze hun eigen vader dronken gevoerd en zich laten bevruchten met zijn zaad. Dat is eervol. En een hele moeilijke. Er zijn mensen die zeggen van dat verhaal van ja, die Lot, die ging toen seks hebben met zijn dochters. Nee, want Lot was uh, helemaal, totally pissed off. Die was zo goed als buitenwester. Ze hadden hem dronken gevoerd. Maar die vrouwen konden geen eerzame man vinden en wilden wel kinderen. En dan maar zo. Snap je? Maar dat is heel extreem, dat verhaal. Dat snap je ook wel. Maar terug naar de normaliteit. Er zijn nog wel eervolle mannen hier in Nederland. Op mijn werk zijn er een aantal waarvan ik denk dat ze eerzaam zijn. Dat weet ik ook nog niet. Nog niet. Maar ik ken ze pas twee maanden. En dan een paar momentjes overdag, en meer niet. Ja, weet ik veel wat ze voor de rest van de tijd doen. En in, in zo'n korte tijd als een paar maanden, zo'n paar keer overdag zien, weet je dus niet of iemand een man eerzaam is. Dat kost je echt meer tijd. Dan moet er nog van alles gebeuren. En toch geef ik een aantal mannen daar nu alvast een soort uh, nou, die zou het wel kunnen. En wat gevallen waarvan ik denk van nou. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar niet allemaal niet. Nou, zo eentje moet je uitkiezen. En dan ervoor gaan. Want los van het gezin heeft een mens niets anders dan de maatschappij met verzekeringen en zo. En één keer per jaar op vakantie. Eigenlijk helemaal niks. Het gezin en de familie die daaruit ontstaat. Dat is alles. En daarin ga jij als vrouw een, een centrale rol spelen. En net als bij het biljarten moet je dat heel zachtjes doen. Niet van die harde knallen op de ballen. Want dan schieten de ballen alle kanten uit en heb je geen karrenbol. En mannen die dus op jouw zachte aanpak uh, niet reageren, die moet je dumpen. Het zijn misschien geen bruten, maar ze zijn voor jou te brut. En hoe zachtmoediger jij opereert, des te lager je de grens legt qua brutheid bij die man in zijn beoordeling. Dus dan krijg je de meest zachtmoedige man ook, doordat je zelf zo zachtjes opereert. Een goede tip, hè, of niet? Oh ja, en uh, zorg voor een vriendinnenkring. En dat moet je net zo doen als wat mannen dat doen. Je moet een gezamenlijke activiteit hebben. Mannen gaan dan bijvoorbeeld in een bluesbeentje zitten, en dat worden dan vrienden, en dat komt omdat ze iedere week gaan ze repeteren. In een kelder ergens met een krat bier. En dat kweekt dan die saamhorigheid. Maar ze moeten iets samen te doen hebben. En dat moet je dan ook creëren met vriendinnen. Niet met mannen. Want je hebt maar één man, en dat is jouw man. En die is uh, vervelend genoeg. En in je vriendinnenkring kan je lekker brutale dingen zeggen. Vrouwen zijn veel grover in hun taalgebruik dan mannen. En dat doe je dan lekker onder je vriendinnen. Ja, maar mannen die kunnen ook zo, als ze dan in de kroeg zitten. Nou joh, dan hoor je me toch een woorden. Ja, maar dat werkt dan anders. De ene man die kan tegen de andere man zeggen: "Hey klootzak, wil jij nog een biertje?" Maar dat zijn schouderklopjes. Zeg maar wat tips. En vrouwen onderling kunnen dan ook lekker dat soort dingen tegen elkaar gaan zeggen: "Hey muts, ga eens opzij," bijvoorbeeld. Maar dat doe je onder vriendinnen en niet tegen je man. En je wilt toch een keer zo vrij zijn in je taalgebruik? Nou, daar is je vriendinnenkring voor. Dan kan je lekkere grove dingen zeggen. Iedereen pist in zijn broeken van het lachen. Dan mag je eindelijk zeggen wat je thuis niet mag zeggen. En dan weer terug naar huis. En dat heeft die man precies zo... Die gaat naar zijn bluesband en. Uh, en allemaal dingen. Dus zo en zo, zo. En dan komt hij thuis en dan doet hij heel zachtjes bij de voordeur. Sluipt hij naar boven over de trap om jou niet wakker te maken. En er wordt wel gezegd, hè, zo'n huwelijk. dat je elkaar. Uh, dat je in de. hoe noemen ze dat nou? in de sleur verzandt. Nee, natuurlijk niet. Je moet je eigen leven leiden. En hoezo is je leven een sleur? Dan, dan doe je zelf iets niet wat je wel had moeten doen. Misschien dat je je panorama moet verbreden. Dat je een keer iets heel anders moet gaan doen. Het maakt wel niet uit. Maar je man is jouw man. En die doet alles voor je. Nou, dat is fijn. En voor jou om het leven. Ik noem het dan het praktische leven. Het zorgen voor kinderen. Het, het praktisch is dat. Maar los daarvan heb jij je eigen leven te leven. Los van je kinderen. Dat moet zo zijn. Dus niet je hele leven ophangen aan je kinderen. Dat slaat nergens op. En jouw kinderen zijn voor jou een. Een fase in je leven waar je heel diep van geniet. Terwijl je je klaarmaakt voor de volgende fase. Ik zei tegen mijn dochter, toen was ze 17. En toen zei ik tegen haar: van ja, als je nu kinderen krijgt. En dan drie. En dan ben je klaar als je 24, 25 bent qua baren. Nou, en dan. Op je 29ste is de eerste dan 12. Nou, dan beginnen kinderen al behoorlijk zelfstandig te worden. Dus dan kan je de oudste kan je inschakelen voor de zorg van het gezin. En daarmee krijg jij zelf dus uren over, die jij kan besteden naar hartelust. En dat proces neemt alleen maar toe en uiteindelijk heb je zoveel vrije tijd. Wat moet je ermee doen? Hè? En tegen die tijd moet je dus klaar zijn. En dan heb jij helemaal geen vrije tijd meer. En dan heb je een heel leuk leven met allemaal dingen die je kan gaan doen. Want de kinderen zijn de deur uit. Dat is hartstikke leuk. En kinderen zijn nog steeds een hele goede ouderdagsvoorziening. Als je ze een leuke jeugd hebt gegeven. Maar dat heb je natuurlijk. En dan gaan die kinderen, die gaan uit dankbaarheid voor die mooie jeugd, gaan ze aan jou leuke dingen doen, geven, gebeuren, zorgen. Automatisch. Dat hoef je niet om te vragen. Als je je kinderen geleerd hebt wat het is om onvoorwaardelijk te geven, want dat heb jij gedaan. En dat krijg je dan terug. Werkt het goed hoor. Niet altijd, maar meestal wel. En voor de rest, je kan het nu zien in deze wereld. Hè, met het coronavirus. En wereldwijd een economische recessie. die wordt afgedwongen. En... Ja, dat wordt nogal wat. Maar er is op zich niks nieuws onder de zon. Het was altijd al zo. En tot nu toe hebben we alles overleefd. Want anders was ik er nu niet om dit tegen jou te vertellen. Dus ja. Belangrijk is om die goede man te vinden. Waar ontmoet je die? Ik weet het niet. Misschien wel in de kroeg. Maar ja, tegenwoordig zijn alle kroegen dicht. Mijn dochter heeft nu een man ontmoet via Tinder. Ja, nou, misschien. Ik denk dat ze wel een eervolle man te pakken heeft. En nu gaat het nog om haar eer. Want het is haar, haar derde vriendje. Maar ik doe er verder niet moeilijk over. Tegen jou ook niet. Maar het vinden van die ene man, daar gaat het om. En de rest. Van het delen van het leven. Het is beter dan alleen zijn. Dan ga je ook niet dood aan, maar. En voor mij nu, ik ben nu ook alleen. Uh, maar ik voel me niet alleen. En ik vraag me af hoe dat is voor vrouwen van mijn leeftijd. Ik denk dat het anders is. En dat een vrouw op mijn leeftijd. Haar leegte in moet gaan vullen met dingen. En dat heb ik niet. Ik heb geen leegte. Ik heb een eigen huis. Ik heb een eigen bed. Ik heb een eigen dit. Ik heb een eigen dat. Iedereen kan mijn rug op. Ik ben een man. En voor een vrouw weet ik dat niet. Ik ken ook een vrouw en die heeft twee kinderen. En is alleen. Een oneerzame man heeft ze gehad. En we hadden het over gereedschap. Want zij kon het wel zonder man, vond ze. En ik vroeg aan haar: Wat heb je aan gereedschap? Ja, helemaal niks. Nou, ja, hoe kan je dan zonder man? Ja, ik kan zonder man. Ik heb gehad. Mijn huis is redelijk schoon. Mijn keuken is op orde. Ja, ik ben gelukkig. Ik vind het jammer dat ik niet nu nog voor een vrouw zorg. Of nergens vond dat jammer. Nu denk ik van ach nou ja, dan niet. En voor een man is het denk ik makkelijker om alleen oud te worden. Ik denk dat dat voor een vrouw moeilijker is. Ik denk dat jij dat ook wel denkt. Ik zag vandaag een jonge vrouw, die was obese. En die had een net panty aan. En een kort rokje. En laarzen. En een leren jas. En het was niet echt warm weer. En in die panty zaten echt ongelooflijk grote gaten. Er zat ook een gat in de buurt van haar kruis bij haar dijen. En haar haren was paarsblauw. Zee groenblauw geschilderd. Geverfd. En dan denk ik, ja, meisje, meisje. Hoe moet dat straks als jij 50 bent? Die obesitas die gaat niet weg zomaar. En ga je dan diëten volgen waar je zachtgerinig van wordt? Snap je? Om er maar te zwijgen over die gaten in die netpenti. Dus denk aan je eer. Dat is voor mannen ook belangrijk. En voor vrouwen ook. Hm? Nou. En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En dag, eervolle mensen.